En vandaag weer iets voor de Nederlands kijkers. Ik heb al lang geen Nederlands counter meer gedaan. Maar sinds gisteren, jullie weten het waarschijnlijk wel. Nederland, Spanje, 5-1 afgedroogd gewoon. En dat is eigenlijk gewoon de inspiratie om dit te doen. Ja, ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel tijd. Ik zit nu in de toetsweek. Nou, die begon gisteren. En dus, ja, gaat het dus weer verder tot vrijdag. En ja, het is nu weekend. Moet het ook weer leren, maar weet je, het is nu nog ochtend. YOLO gewoon. En I'm sorry for the non-Dutch speaking people, because, you know, I can't just do this. I just want to do this in Dutch. Anyway, guys. Vandaag wil ik ook een beetje praten over de wedstrijd en over het WK tot nu toe. En vooral ook over de arbitrage, want er klopt werkelijk helemaal niks van. Als je terugkijkt naar de eerste wedstrijd, dat is Brazilië-Kroatië. Als je Neymar zo'n elleboog ziet geven, dan dat was gewoon sowieso rood. Het kan niet anders. En dan komt natuurlijk weer Kroatië. Met zo'n kans. Ik bedoel, dat is gewoon een zuivere doelpunt. Wordt afgekeurd, dan denk je ook van jezelf van, wat is dit? Ben je omgekocht of weet ik veel? Leek wel zo, want die scheids, dat was niet echt klasse, om het zo te noemen. Nou, en die penalty ook, Swab raakte hem niet eens aan. En als hij hem al aan had geraakt, waarom zou je daar een penalty voor geven? Dat staat ook weer nergens op. En dat leidde natuurlijk tot de 3-1 overwinning voor Brazilië. Wat ik dus ook weer gewoon... Ja, weet je, het is een sport. En als je dan dat gaat lopen gokken, omkopen, corruptie... Weet je, dan is het niet waard. En ook de volgende wedstrijd, Mexico-Cameroen. 2 zuivere doelpunten van Mexico. Nou, dat heb ik ook niet. Maar dan Nederland-Spanje. Nou... Het begon natuurlijk weer, de scheidsrechter, ja, die geeft dus weer een onterechte penalty aan Spanje. Het was helemaal niks. Hij Costa gleed gewoon uit. Het staat nergens op natuurlijk. En trouwens, de gameplay, ja, is van MC4. Best wel laggy eigenlijk. Best wel slecht. Maar weet je, who gives a fuck? Maar ja, dus er komt Costa zo, glijdt hij uit, krijgt hij een penalty. Ja, ze hebben ons gescoord. Zullen ze bijna... met de redding. En dan komt Van Persie. Blind met de prachtige paas. Van Persie vliegt gewoon dwars door de lucht. Scoort die bal. En kijk wat er gebeurt. Ze hebben gewoon die Spanjaard helemaal afgeslacht. 5-1. Robben ook echt een baas, man. Zo snel. Als ik weet niet was. Van Persie. Casillas natuurlijk weer zijn beste wedstrijd ooit. Maar niet heus. Wat een blunders, man. Wat een blunders. En ja, die scheids. Zo komt te janken. Maar ja, dat is een beetje voor vandaag. Ik moet het heel snel doen. Ik heb gewoon zin om een video te maken. En ik zie jullie later. Peace.